Hey Bertel. Hallo. Hi. Ik geloof dat dit de laatste ruimte is die ik ga bezoeken vanmiddag. Nou ja, het ziet er indrukwekkend uit. Vertel. Ja, inderdaad, indrukwekkend. Waar ben ik? Je bent hier in de ruimte Archeologie en Bouwhistorie van Anno. Aha. Nou ja, de naam zegt het al. Je komt hier straks Archeologie en Bouwhistorie tegen. Zeker, ja. Wij zijn van het team Erfgoed van de gemeente Zwolle. We hebben een eigen archeologische dienst. Aha, ja. En daar zijn we al jaren doen wij onderzoek in de stad naar de geschiedenis. En die dan met name onder de grond zit. Ja. Daarnaast hebben we ook mensen die bezig zijn met monumenten. Die onderzoeken dus al die prachtige oude gebouwen die wij hier in de stad hebben. Ja. Maar al die informatie die zit eigenlijk nu in rapporten, in dozen. En dat is eigenlijk heel zonde, want er zijn heel veel verhalen. En dit is de plek waarin wij die verhalen met het publiek kunnen gaan delen. Oké, door middel van, nou ja, ik denk dat deze kasten nog gevuld gaan worden. Zeker. En wat is dit? Waar kijk ik nu naar? Ja, kijk, dit noemen wij de collectiekast. Ah, ja? Dus daar komt heel veel collectie in. Ja. Hier kunnen mensen al een beeld krijgen via de interactieve spellen wat archeologen en bouwhistorici altijd doen. Hè? Ah, dus ja, als je dat gespeeld hebt, dan weet je wat ze doen. Hè? Ja. En hier kunnen ze daadwerkelijk ook echt meehelpen met archeologisch onderzoek. Dit noemen wij de scherventafel. Oké. En de scherventafel, nu zit er glas op, maar die kan dus open. En dan kunnen we met een aantal kinderen, volwassenen mogen natuurlijk ook meedoen, kunnen we gewoon die scherven gaan selecteren. Want er zitten verschillende kleuren in, er zitten verschillende vormen in. Ja. Die, als je die dan bij elkaar legt, dan kun je ook al met elkaar een soort van puzzel maken. Zo van, hé, wat hebben we hier nou? Een bord, een pot, wat dan ook. Dus dat helpt ons ook dan om dan weer dat verhaal van dat specifieke onderzoek. Wat is het werk wat een archeoloog doet? Zeg. Dat doen we eigenlijk zelf altijd. Maar nu kunnen de mensen ons daarbij bij helpen. Ah, dat is erg leuk om te doen. Ja. En het helpt ons ook daadwerkelijk ook een stap verder in het verhaal van Zwolle. Ja, en ik zie daar ook nog een gedeelte van een ruimte. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou ja, kijk, als je het hebt over de archeologen, dan denken mensen altijd aan de mensen met een schep die zand staan te graven in de stad. Maar, is het niet waar? Niet helemaal. Dat doen ze ook. Okay. Maar je hebt natuurlijk ook de voorbereiding van naast zo'n onderzoek toe. Ja. Dus dat doen ze vanuit hun bureau, in de archieven. Gaan ze kijken van, hé, wat hebben we nou eigenlijk allemaal? Wat weten we over deze plek? Wat kunnen we dus verwachten op zo'n plek? Ja. Dan gaat het daadwerkelijk graven gaat beginnen. Maar daarna is het nog niet klaar. Zand gaat erover. Maar dan hebben we spullen, hebben we informatie. En die moeten we nog verwerken. Maar als er bijvoorbeeld ook iets van metaal of zo gevonden wordt, als je dat gewoon zo ergens neerlegt, dan roest het voor je ogen, roest het weg. Okay, dus dat moet bewerkt worden, dat moet schoongemaakt worden, dat moet geconserveerd worden. Yeah. En daar hebben wij een laboratorium voor. Yeah. En daar werken we ook met chemicaliën. Dus dan kunnen mensen ook meekijken. Zo van, hey, maar wat dat laboratorium is hier? Dat is hier, in het museum. Oh, dus de mensen kunnen over het schouders meekijken. En dat wordt dan ook door de archeologen wordt het ook toegelicht. Of door bouwhistorici wordt het verhaal dan verteld. Yeah. Dus dat gaat hier ook allemaal gebeuren. Leuk, wauw, spannend. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar als ik het goed begrijp, zijn dus alle ruimtes die ik nou heb gezien, zijn allemaal met elkaar verbonden. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, los van het feit dat het natuurlijk allemaal een beetje dezelfde sfeer uitstraalt. Hè, ook qua feel en gevoel. Dat is het dubbel. heb je natuurlijk ook alle ruimtes hebben ook een onderzoekskarakter. Ja. Overal wordt eigenlijk gewerkt. Zeker, ja. En het is niet, je komt binnen, je gaat kijken. Nee. Het is, je komt binnen, je ziet mensen aan de slag. Actief, je wordt uitgedaagd om aan de slag te gaan. Ja. En al die verhalen die daaruit komen, die willen we dan in de rest van het museum weer terug laten zien. En dan met name ook op de verdieping, zoals we dat noemen, de vide die we hier in de centrale hal hebben. Mm-hmm. Daar komen dan ook wisselende thematische tentoonstellingen die dan uit die onderzoeken zijn voortgekomen.